achterdeur gaat op de knip. En langs alle kieren van tevoren zit een zware beveiligingsstrip. Ik ben Maarten Hennis. Ik ben Arend Edel. En ik ben Erik Jobben. Wij zijn van Cabaret Niet Schieten. Binnen loeit de thermostaat. En zelfs in alle kinderkamers is het 20,5 graad. De voorstelling Nymphomannen gaat over drie mannen die op zoek zijn naar aandacht. We doen dat door middel van een spel. De drie mannen spelen een spel met elkaar, waarin ze proberen elkaar de troef af te steken. En het ontaart in een strijd die ze met elkaar voeren. En dat ontploft uiteindelijk. Ja, het is een beetje in de lijn van Loverboys. Onze vorige voorstelling heette Loverboys. En dit is eigenlijk een stap verder. Het is een titel waar Erik mee kwam. Het is de zucht naar aandacht. Het zit natuurlijk een beetje in Nymphomanen, net als de zucht naar seks. Bij de nymphomanen is dit dan voor mannen. En omdat vrouwen toch veel meer met seks bezig zijn en mannen meer met aandacht. Leek ons dat logisch. Buiten huilt de wind om het huis. Binnen is er warme chocola. Met slagroom dat uit de spuiten komt. En we krijgen vaak een toefje na. Ja, wij halen onze inspiratie uit wat we om ons heen zien, natuurlijk. Allerlei media, tv, het telefoonverkeer van tegenwoordig. De maatschappij, zeg maar. Dat begon eigenlijk met verveling. Dat toch heel veel dingen uit verveling ontstaan in deze tijd. En wat zijn nou de uitwassen van verveling? En een van de uitwassen van verveling was het aandacht vragen. Dat mensen overal aandacht willen vragen via YouTube, via Hives, via allerlei sms'en. Mensen zijn altijd bezig te communiceren. En niemand wordt daar echt gelukkig van. Sterren op het ijs. Dancing with the stars. Ranking the stars. De sterren met dieren. Gadverdamme. Ja, en ik ken ze vaak niet eens, die zogenaamde sterren. Weet je wie er dit jaar mee mocht doen met Wie is de Mol? Patrick Martens, Regina Romein. Mijn vrouw loopt zich verdorie druk te maken. Of Dennis Wening, de mol is of niet? Wie is dat? Wie is die gozer? Wat heeft hij ooit gepresteerd? Het publiek speelt in principe een passieve rol. En speelt eigenlijk dezelfde rol als de maatschappij altijd speelt. Namelijk gewoon kijken en consumeren. En uiteindelijk is ook kijken en consumeren in al zijn passiviteit een activiteit. Is er iemand van de mannen die zich van onderen scheert? Hier in de zaal. Ja, daar, hoe doe je dat? Tondeuzen. Zij vindt het niet zo. Mijn favoriete scène. Ik heb een vrij zware scène aan het eind. Die ik heel erg leuk vind, omdat dan doet Erik een onthulling over zichzelf. Waarin Arend echt volledig ontspoort. En de mensen opeens ook mijn karakter beter leren kennen. En dat is niet heel erg mooi. Hey, of ik zou een brandweerman zijn die tegen beter weten in, tegen de trappen van een huis, van een flatgebouw op blijft lopen. Om te kijken of ik nog iemand kan redden. En vervolgens stort het hele gebouw in en lig ik onder meters puin. En daarna zet ik alles op YouTube. Het moeilijkste van het vak is natuurlijk als je, helemaal omdat je dingen zelf bedenkt, als dingen niet overkomen zoals je ze bedoeld hebt. Dus je kan ontzettend leuke grap bedenken of je kan een ontzettend mooie scène bedenken en dan achteraf zeggen mensen van, het was leuk, maar het ging eigenlijk nergens over. Terwijl je wel de bedoeling had dat het ergens om ging. Of dat mensen roepen van, het is amusement. Terwijl je zelf denkt, het is inderdaad leuk en het is ook leuk bedoeld. Maar het is wel de bedoeling dat je eruit pikt wat wij ermee bedoeld hebben. Dus de boodschap, zeg maar, moet er wel uitgehaald. Met die krans op komt lopen, dan duik je uit het vliegtuig en dan duik je zo door die krans. Zo met je kop op de klink, dan praat in duizend stukken. En daarna is heel Nederland 2 minuten stil. Mensen willen deze voorstelling denk ik graag zien omdat ze heel erg veel willen lachen. Maar ook omdat ze misschien eens een spiegel volgehouden willen krijgen. Van kijk eens wat er zich op dit moment allemaal afspeelt in de maatschappij. Dat ze denken van hey, hier ga ik eens vaker over nadenken. En we kopen met garantie gezichten op het behang. Niet schieten in drie woorden. Nou, dat is bijna niet te doen. Als ik er dan drie zou mogen noemen, dan is dat humor. Zeker humor. Wat we overbrengen. En inhoud. Omdat we eigenlijk ook altijd wel op zoek zijn naar dat we echt iets willen vertellen. Anders hou je het ook niet 160 voorstellingen voor. En plezier.
Ja, we hebben heel echt altijd. Nu is gemak, heel gewoon.